Eike Messenger en AMR ICT zijn hier vandaag op een wel hele bijzondere locatie in het Oude Hans Dierenpark. Mijn naam is Maarten Amkreuts, technisch directeur en medeoprichter en eigenaar van AMR ICT. Mijn naam is Marco Tom, commercieel directeur bij AMR ICT. Verantwoordelijk voor het wel en wee van onze klanten bij AMR en mede verantwoordelijk voor het portfolio en innovatie. Ik ben hier vandaag bij deze demodag rondom de IQ Messenger om meer het beeld te krijgen van wat kan er eigenlijk allemaal en waar kun je het platform voor benutten, wat zijn de mogelijkheden. Ik vond het een hele informatieve bijeenkomst, veel geleerd over de functionaliteiten van IQ Messenger. Ja, roadshow is hartstikke leuk, het is goed om hier te zijn in deze mooie omgeving. En we zien hier de meest recente ontwikkelingen van IQ Messenger. De meerwaarde om het zo live te zien is dat je het kunt vastpakken, je kunt het zien, het wordt tastbaar. Een stukje overtuiging dat het ook echt functioneel werkt in de praktijk. De roadshow die geeft aan wat er eigenlijk allemaal te koppelen is aan het systeem, wat er mogelijk is met het systeem, maar vooral ook welke richting er aangehouden wordt. Je ziet ook dat er meer systemen geïntegreerd worden met elkaar, waarbij er meer naar certificeringen gekeken wordt. En je eigenlijk dus niet meer vastzit aan één bepaalde oplossing, maar dat er gewoon meerdere oplossingen met elkaar geïntegreerd kunnen worden binnen één mooi platform. Ja, wij zijn met een heel aantal ziekenhuizen bezig met eigenlijk het optimaliseren van een aantal werkprocessen. Waarbij je ziet dat dynamische toewijzing of dingen als de dienstlijnconcepten echt nu een rol gaan spelen. AMR is onze partner geweest bij de implementatie van IQ Messenger in twee van onze verpleeghuizen. Ja, wij voegen eigenlijk als waarde toe rust, veiligheid en het kunnen vertrouwen op de systemen. En voor de bewoners, die hebben heel veel vrijheid en die hebben een grote mate van veiligheid, omdat ze weten dat als er iets aan de hand is, dat het systeem het of detecteert of het laat detecteren door de bewoners zelf. Dus met minder personeel dezelfde veiligheid voor de bewoners en medewerkers moeten kunnen waarborgen. Deels kun je dat nu oplossen met technologie. Daarvoor gebruiken wij de zorgalarmering van IQ Messenger.